Ivo Tilly is wethouder in Sittard-Geleen en hij is wethouder duurzaamheid. En dat in een bruisende stad waar dag en nacht heel veel licht brandt op het industriegebied. Hoe pak je dan de duurzaamheid aan als de stad zo straalt? Dat is genoeg uitdaging natuurlijk. Er wordt inderdaad heel veel energie verbruikt, hè, onder andere op Gemelot, maar sowieso in de industrieën gedeeld hier in Sittard-Geleen. En daarvoor hebben we afspraken gemaakt om de energietransitie door te voeren. En daar gaan we gewoon voor mee aan de slag. Alleen het blijkt natuurlijk toch moeilijk te zijn om uitgebreid en goede plekken te vinden waar we de zonnepanelen of andere opties kunnen plaatsen. Ja, er waren plannen voor een windmolenpark, maar dat gaat niet door, begrijp ik. Nee, dat klopt. Er was een windmolenpark gepland op Holtum Noord. Daar zouden 3 windturbines komen. Maar die stonden te dicht bij de inwoners. Daarvoor hebben we toen gezegd als gemeenteraad van God, we wilden daarmee wachten dat er vanuit het land afstandsnormen komen. Zodat duidelijk wordt wat afstand moet zijn van windturbines tot aan de woningen. En die was er nog niet duidelijk. En daarom hebben we gezegd, daar willen we op wachten in het kader van de gezondheid van de inwoners. En heb je nieuwe buurten die zijn van het gas af? Hoogveld, Limburg-Terveld en er zijn nu weer een paar nieuwe buurten in aanbouw. Ik zag een heel nieuw complex in Geleen. Dat betekent dat allemaal die woningen gasvrij worden. Als u het hebt over een nieuw Absbroek, daar is het inderdaad zo dat die gasvrij worden. Of die nou inderdaad op het warmtenet aangesloten worden of helemaal elektrisch worden, dat is nog onduidelijk. Maar de bedoeling was om ze aan te sluiten op het warmtenet. Net zoals in Limburg-Terveld. Maar dat stagneert allemaal een beetje, omdat en natuurlijk de energieleverancier eigenlijk door de komst van de nieuwe warmtewet heeft gezegd van we zetten alles on hold. Dus die staan in de afwachtende houding. En wat doet de gemeente zelf nog om mensen energiebewuster te maken? Nou, we hebben inderdaad allerlei informatiepakketten. We zijn natuurlijk ook bezig met energiecoaches en energieclusters. Energiecoaches die kun je aanvragen, die komen dan bij je langs en die kunnen kijken naar energiebesparende maatregelen die je kunt treffen in de woning. En energieclusters doen het ook, maar die klussen ook meteen. Dus als er inderdaad wat gedaan moet worden, kleine maatregelen zoals tochtstrippen of radiatorfolie, dan kunnen zij dat ook meteen aanbrengen. Nu ben je geboren en getogen in Maastricht en op een gegeven moment ben je verhuisd naar deze prachtige gemeente. Wat vind je zo bijzonder prachtig aan deze gemeente? De wereldstad bedoel je? Ja. Ja, nee, Geleen is een hele leuke dynamische gemeente waar gewoon veel gebeurt. En als je gewoon kijkt naar de hele gemeente Sittard-Geleen, dan is het een heel grote oppervlakte. Waar je zowel het stadgedeelte hebt als gewoon de kleine kernen. Die gewoon een hele andere dynamiek hebben. En Sittard is ook wel heel anders dan Geleen. En dat is juist het leuke en het interessante om te kijken waar je extra ingezet kunt doen om de inwoners gewoon te zorgen dat ze tevreden zijn over hun stad. Hoe kwam je terecht in Geleen? Ja, dat is een persoonlijk verhaal. Ja. Ja, onze jongens die schaatsen alle twee op redelijk hoog niveau, tenminste voor Limburgse begrippen. En die zijn toen, waren ze 4 tot 5 dagen in de week, waren we al in Geleen. We woonden toen in Maastricht en we wilden verhuizen. En ja, dat was een logische optie om naar Geleen te gaan. En dan konden de jongens vanuit waar ik nu woon te voet naar de Glanenbroek, waar de schaatsbaan is. Hoe gaan jullie in deze gemeente om met de jeugd? Want ik hoor steeds vaker dat de jeugd zo moeilijk bereikbaar is. Wat doen jullie om de jeugd te bereiken in de gemeente? Ja, we zijn nu bezig met een project om te kijken hoe we de jongeren gewoon echt kunnen benaderen. Hè, echt naar ze toe kunnen gaan. Ik denk inderdaad dat er een hele slag nog te winnen is om de jongeren bij onze gemeente te betrekken. Bij de ontwikkelingen in onze gemeente te betrekken, maar ook vooral te horen waar zij behoefte aan hebben. En de bedoeling is om echt naar ze toe te gaan. Dus we willen geen algemene sessie organiseren, maar gewoon ze opzoeken waar ze vertoeven. En dat kan zijn op straat, dat kan zijn bij de voetbalvereniging of andere plekken. Maar de bedoeling is echt om naar ze toe te gaan. Nu zijn er activiteiten specifiek voor jongeren. Wat doen jullie in deze gemeente voor de jongeren? Nou, er zijn natuurlijk allerlei instellingen die van alles doen, hè, sportverenigingen en dergelijke. Maar als gemeente hebben wij wel de contacten met alle
organisaties. We hebben ook contacten met maatschappelijk werk die allerlei inzet doet voor de jongeren. We zorgen toch om te kijken dat zeker in de lagere schoolleeftijd ook heel veel speelgelegenheden zijn. Vooral openbare ruimte waar gewoon ook voetbalveldjes zijn of basketbalveldjes en dergelijke. Zodat ze ook in de openbare ruimte gewoon hun tijd kunnen doorbrengen. En daar is misschien nog wel iets te winnen, want de wat oudere jongeren die zoeken ook naar een plek buiten. En daar moeten we misschien naar kijken waar zij de meeste behoefte aan hebben. Is er een kindercollege in Sittard geweest? Nee, er is geen kindercollege, maar we hebben wel een jongerenadviesraad. Die heet Jonk. En die geven ons advies als politiek advies als raad. En waar ben je persoonlijk trots op in deze gemeente? Waar ik trots op ben, is dat we inderdaad toch heel een dynamische stad zijn. Waar heel veel innovatie leeft. En waar ik gewoon die innovatie ook wil gebruiken om de duurzaamheidsmaatregelen die we willen betreffen gewoon goed vorm te kunnen geven. Oké, daar gaan we je de komende jaren aan houden. Dank je wel. Ja, jij ook bedankt, Bert.